Riek Braansteder had een hele intensieve strijd met zijn alcoholverslaving, waarvoor hij zelfs de toevlucht zocht in een Zuid-Afrikaanse afkeerkliniek. Vorig jaar kwam hij eruit en we hebben toen een jaar niks meer van hem gehoord. Tot hij, een aantal dagen geleden, zei dat hij ging stoppen met televisiewerk. Hij was er klaar mee. Dat is natuurlijk fijn om te zeggen om je imago te redden, maar het lijkt er meer op dat RTL Riek zijn contract niet heeft verlengd en hem de deur heeft gewezen en toppa hem ook niet moest hebben. Dus ja, wat blijft er dan over helemaal niets? En dan kun je inderdaad maar beter zeggen dat je stopt met televisiewerkzaamheden. Maar dat is nog niet alles, want Riek is betrapt terwijl hij zich overgaf aan het genot van een glas wijn. Dit nieuws, onthuld door bronnen aan een juiste kanaal, roept de vraag op: is de presentator op een gevaarlijk pad terug naar oude gewoonten? De setting was een gezellig hoekje in een restaurant waar vrolijkheid de boventoon voerde. Toch werpt dit gedrag schaduwen op Rik's recente overwinningen in zijn gevecht tegen de verslaving. Met het risico op een terugval in oude patronen rijst de vraag of de voormalige tv-persoonlijkheid zijn demonen werkelijk heeft verslagen. Rik heeft volgens verklaringen van zijn moeder Yvonne aan Story, onderdak gevonden bij haar thuis in afwachting van de verkoop van zijn huis en de zoektocht naar een nieuwe start. Met plannen om Amsterdam te verruilen voor Spanje, lijkt Rik te zoeken naar een omgeving die minder beladen is met de verleidingen die zijn herstel in de weg kunnen staan. Overigens is kregen het juiste kanaal naar deze onthullingen nog meer meldingen van volgers die zeiden dat ze recent Riek Braanstede hebben gezien in cafés en restaurants waar hij flink aan het drinken was. Nu snappen we wel dat RTL je contract niet heeft verleend voor Riek.